Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe video. In deze video geef ik jullie 10 redenen waarom Immortals Fenyx Rising voor de Nintendo Switch gewoon echt, eigenlijk wel een hele vette game is. Doe een blauw duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en dan gaan we snel beginnen. Jullie weten wel, deze game, waarvan heel veel mensen zeggen dat die heel erg op Zelda lijkt en ik niet per se vind dat dat een heel slecht ding is. Oh, en kijk, zo lijkt hij ook een beetje op Fortnite. Ah! Oh. Nee, deze game lijkt niet op Fortnite, jongens. Maar wel een beetje op Zelda Breath of the Wild. En dit is de eerste reden waarom dit best wel een leuke game voor jou kan zijn. Kijk, zien jullie die mooie wereld met al die roze boompjes daar aan de rechterkant? Daar kan ik gewoon naartoe. En dat geldt eigenlijk voor alles wat je ziet op deze map. Zie je die toren daar zo bovenin? Daar kan je naartoe. Hier heb je een dorpje met een tempel. Daar kan je naartoe. Deze wereld is gewoon helemaal open en je kan eigenlijk doen waar jij zin in hebt. En dit is nog maar een klein stukje van de spelwereld. Wat je zag was eigenlijk gewoon dit kleine stukje aan de overkant van het water. En als je uitzoomt, dan zie je hoe groot die map is en waar je allemaal nog naartoe kan. Misschien denk je nu van, Rick, je bent daar nog helemaal niet geweest. Hoe weet jij dan hoe groot die map is? Nou, ondertussen heb ik de game al helemaal uitgespeeld op de PlayStation 5. En dit zijn dus beelden van de Nintendo Switch versie. In al die afleveringen die ik tot nu toe heb geüpload, zijn we alleen nog maar hier in de gure kliffen geweest. En in dit stukje de Vallei van de Eeuwige Lente. En dan heb je dus ook nog al die andere plekken waar de andere goden zich bevinden. En wat ik dus zo vet vind, is dat er overal wat gebeurt. Ik ga nu eens even hier naartoe, naar een legendarisch beest. En terwijl we naar dat legendarische beest gaan, komen we op die map ook nog allerlei andere dingen tegen. En dat vind ik zo tof aan deze game. Deze game lijkt misschien op Zelda Breath of the Wild, maar de wereldmap is voller. Er gebeurt meer. Bijvoorbeeld hier. Dit is nog niet het legendarische beest wat ik moet gaan verslaan, maar dit komen we al tegen onderweg naar dat legendarische beest. Nou, dan moeten we hier even een kropsla opleggen. Alleen, deze kropsla die is verrot. Dus ik moet nu eigenlijk op zoek naar een ander kropsla, zodat daarna hier deze poort open gaat. En daarachter vind je dan weer een kessie. En zo kom je dus continu dingen tegen die je kan gaan doen in deze wereld. En dat vind ik heel vet. Die hele wereld die is onwijs gevuld met allemaal leuke quests. Maar we waren onderweg naar een legendarisch wezen. Dus dat is gelijk punt 2. Oh crap. Kijk hier, een legendarisch beest. Ja, ik vind die vijanden in deze game echt heel cool. De vijanden die zijn best wel mythisch. Er zitten veel mythische vijanden in. Hoppakee. Kom maar, zwijntje. Kom maar. Nou, dit is een zwijn. Er zitten ook beren en andere wezens in. Maar natuurlijk ook andere mythische wezens. Zoals van die fenixvogels. En van die cyclops zitten erin. En dat maakt de game ook wel heel erg tof. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld... zo'n cycloop. Rustig, vriend. Rustig. En beren. Ja, kijk, dit bedoel ik dus met dat er vette vijanden zitten in deze game. Dit zijn er wel iets te veel. Dit kan ik nog niet aan op dit moment. Voor het volgende punt duiken we even letterlijk een gevecht in. We zijn op zoek naar een legendarische haan. Het gevechtssysteem is namelijk heel interessant. Je kan een sluipaanval doen, maar nog belangrijker is... dit is wel complete chaos trouwens, jongens. Nog belangrijker is dat er 3 basiswapens zijn. De eerste, dat is je zwaard, waarmee je het snelst bent en de meeste damage doet. Die zag je net en die zie je nu nog een keer op deze haan. Het volgende wapen is deze bel. En je ziet nu dat die blauwe balk boven in beeld oplaat. Dat betekent dat ik bezig ben om mijn tegenstander te staggeren. Als die balk namelijk vol is, dan krijg ik een paar tellen de kans om hem volledig open en bloot in elkaar te slaan. Dus dat is wat we nu aan het doen zijn. Even keihard met die bel slaan. Je ziet ook dat hij moeite heeft. Hij kan het niet echt afweren. En nu kunnen we dus keihard gaan slaan met het snellere wapen. Dat is dus inderdaad het zwaard. Nou, dit gaat best wel lekker. Dit gaat best wel goed. We hebben hem bijna down, maar er is nog een wapen. En dat is namelijk deze pijl en boog. Als je vijanden vanaf een afstandje wil slopen, dan moet je dat dus op deze manier doen met je pijl en boog. En nou kan je jezelf ook nog allerlei andere moves aanleren met andere wapens. Dat zijn upgrades. En die kan je kopen met munten die je kan vinden in de spelwereld. Super nice. Dat is bijvoorbeeld een Wonder Woman-achtig schild heb je. Je hebt wat speren die je kan gebruiken. En zo heb je nog wat andere toffe upgrades. Waarom ren je weg, stomme kip? Het werkt best wel makkelijk. R2, dat is je bel. En R1, dat is je zwaardje. En ja, zo maak je gewoon lekker alle enemies kapot. Hoppakee. Maar het werkt heel erg fijn. En doordat je dus steeds nieuwe moves krijgt, is het ook best wel uitdagend. En voor het volgende punt duiken we even het menu in.
Dat zijn namelijk de verschillende wapens en upgrades en skins die je daarvoor kan instellen. We hebben nu net nieuwe kleding ontgrendeld. En die komt dan hier te staan, de woelige borstplaat van de gier. En dat ziet er niet alleen echt super cool uit, maar het doet ook wat extra's. Al deze dingen die je gaan ontgrendelen doen andere dingen. Deze voegt één gezondheidsblok toe. Deze voegt een stamina blok toe. En deze vult de stamina blokken voor 10% aan bij een treffer vanuit de lucht. En het vette is dat je die dus ook allemaal aan kan passen. Je krijgt er ook weer andere skins voor. En dat is niet alleen met deze kleding, dat is bijvoorbeeld ook met je helm. Wow, nu zijn we echt een woelige gier. En nu ik nog aan het begin van de game zit, zie je er maar 3. Maar er zijn er meer dan 20. En dat geldt voor alles. Dat geldt ook voor de vleugels, het zwaard, de bel en noem het allemaal maar op. Oh, en nu we hier toch zijn, wil ik gelijk door naar de volgende. En dat zijn de paarden en de herten die je kan verzamelen in de game. Want zeg nou eerlijk, dit ziet er toch wel heel vet uit. Ik wil even een hele vette samen met jullie gaan opzoeken. Wacht, ik zie hem al. Zien jullie hem ook daar in de verte? Daar loopt hij aan de linkerkant, dat blauwe beest. Die is zo cool. Ik denk dat dat mijn favoriete paard is in deze game. Alleen het is geen paard. Kijk maar goed jongens, kijk maar goed. Daar is hij, daar is hij. We gaan hem temmen. Volgens mij moeten we hem niet in het water temmen. Dan maken we te veel kabaal. Oké, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kan ik nu zo rustig naar jou toe lopen? Ja, dit mag! Oh, kijk hoe vet. Dit is gewoon een blauwe unicorn. Wat tof. Ah, ik hou van dit beest. Wat een vet beest is dit, jongens. Oh, deze is zo mooi. Ja, ik moet je ook eerlijk zeggen dat het vinden van al deze paarden en eenhoorns en weet ik veel wat er allemaal in de game zit, dat dat wel echt een van mijn favoriete dingen was om te doen. Er zitten echt een paar hele toffe beesten tussen. Wat ook heel erg cool is, is de lore die je leert. Op het moment dat je een sidequest haalt, dan krijg je een verhaaltje van Prometheus en Zeus te horen. Dus we gaan even proberen om deze te halen. Go, 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 go. We zijn er bijna. En we zijn er. Ja, 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 ja. We steken onze hand even hierin. We pakken wat muntjes. Typhon stole those tools. En dan hoor je nu dus Zeus en Prometheus een gesprekje houden. Testing. Eureka! My invention works. This is Daedalus. Nou, in het geval van deze quest kreeg ik geen antwoord van Prometheus, maar van Daedalus. En Google zegt het volgende. Daedalus, zoon van Eupalamus en Alcipe, is een bekende figuur in de Griekse mythologie. Bekend als uitvinder, beeldhouwer en architect. Het bekendste verhaal over hem gaat over het labyrinth op Kreta en de vlucht met zijn zoon Icarus. En dat vind ik gewoon echt super vet, dat je van alles leert over de Griekse mythologie. Dat doet deze game echt heel erg goed. En dat brengt me bij het volgende stukje. Kennen jullie dit stukje nog? How I missed you, Prometheus, my favorite cousin. You chained me to this rock and fed my liver to an eagle. Out of love. De manier van het verhaal vertellen in deze game zit vol met humor tussen Prometheus en Zeus. Ik zelf vond dat echt heel erg grappig. Sommige mensen konden er minder tegen, maar ik vond dat heel erg leuk. Ik vond het een originele manier om een verhaal te vertellen. En ik heb er heel erg mee vermaakt. De volgende twee puntjes ga ik even heel snel doorheen. En het eerste punt is de lengte van de game. Op de PlayStation 5 heb ik er ongeveer 30 uur over gedaan om het verhaal uit te spelen. Ik heb in die tijd ook wel wat sidequests gedaan, maar nog lang niet allemaal. Gewoon de leukste die je af en toe tegenkomt. Dat was binnen die 30 uur. Vervolgens heb ik er nog 15 tot 20 uur extra in gestopt om uiteindelijk de Platinum Trophy te halen. Op dat moment had ik echt nog steeds niet alles gedaan in de game. Dus als je echt alles wilt doen, dan ben je denk ik wel een uurtje of 70 zoet met Immortals Phoenix Rising. Het ene laatste punt waar ik het met jullie over wil hebben zijn de laadtijden. Want zolang je eigenlijk in deze grote open wereld loopt, zijn er gewoon geen laadtijden. Je kan ergens naartoe waar je zin in hebt. De game laat het allemaal op de achtergrond in. Dus daar heb je allemaal geen last van. Ook op het moment dat je gewoon keihard met die unicorn zo overal langs gaat rennen, dan komt dat helemaal goed. Dan heb je nergens last van, geen laadtijden. De enige laadtijden zijn als je zo'n kluis, zo'n vault van Tartaros ingaat. Dat zijn deze ruimtes waar je dan puzzels moet oplossen. Kijk, als je hier dus inspringt, dan moet je wel even een aantal seconden wachten omdat hij dan dit nodig heeft om het in te laden. Nou, dan kan je lekker zo gaan vliegen op je, ja, nou ja, wat is het? In een galaxy of zo. Maar ook dat valt mee, want ik zit nu dus al eigenlijk in die kluis, in die vault. En hier kan ik weer verder gaan spelen.
En het laatste puntje is de prijs. Ik weet niet of het komt doordat het nu kerst is, maar de laagste prijs van deze game is op dit moment al €35 voor de Nintendo Switch versie. Ik vind dat bizar, want Immortals Fenyx Rising is oprecht een van mijn favoriete games van 2020. Ik zet deze sowieso naast Animal Crossing en Paper Mario The Origami King als mijn favoriete games voor de Nintendo Switch van 2020. En terwijl ik even wat zwijnen ga slachten en besef hoe goedkoop deze game nu is, ja, ik vind dat heel erg gek. Ik ben er blij mee, want ik bedoel, dat betekent dat meer mensen hem kunnen kopen. Dus ook als je portemonnee wat kleiner is op dit moment met de kerst, €35 voor Immortals Fenyx Rising. Ja, dat is echt niet slecht. Helemaal als jij hebt genoten van The Legend of Zelda Breath of the Wild, dan kan je hier geen miskoop aan hebben. Dan ga jij dit ook vet vinden, dat weet ik 100% zeker. Dat waren ze, 10 redenen waarom Immortals Fenyx Rising toch echt wel een goede game is. Laat even een reactie achter als jij Immortals Fenyx Rising voor de Nintendo Switch al in huis heb gehaald. Doe een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor iedere dag nieuwe Nintendo video's op dit kanaal. Dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!